Het is natuurlijk wel een zaak om eerst te analyseren hoe de situatie er precies voor staat. Dus dat is meten wat het totale schijnbaar vermogen is waarmee de installatie nu wordt belast en hoe dat opgebouwd is. Het schijnbaar vermogen is opgebouwd uit actief vermogen, dat is iets wat voor nodig is, blind vermogen, meestal inductief blind vermogen, en distortie blind vermogen, dat zijn de harmonische vervuilingen die je hebt, die ook blind vermogen geven. Die twee componenten kun je verkleinen door actieve filters, door condensatorbanken. Dus als je dat doet, dan kun je uiteindelijk komen naar een schijnbaar vermogen die dicht ligt bij het actieve vermogen. Dan is dit uiteindelijk waar de installatie mee belast wordt. En als dit de ruimte was die je had, nou, dan zie je duidelijk het verschil dat je veel capaciteit kunt winnen door het inbreiden van actief filter of condensatorbanken. Dus daar kun je een hoop winst mee maken. Ja, en als we dan ook nog continu doen monitoren, dan kunnen we die klant een continue bewijslast leveren van hetgeen we gepresteerd hebben. Ja, dus sowieso handig tegenwoordig om te meten in je installatie wat de vermogens zijn, maar ook wat de harmonische vervuiling zijn. Want als de harmonische vervuiling te groot wordt, belast dat niet alleen je componenten, maar gaat ook ten koste van de levensduur van je installatie. Ja.